O gün ne yapacağını biliyor musun? Ne biçim adamsın ya? Adam evini yakıyor, sen de ölü gibi oturuyorsun burada. İntikamını alacak mısın? Al, ben yardım ederim sana, oldu mu? Hayır. Hayır. Bugün uyma onlara. Kendini koru. İntikamını alacaksın. Başarılara. Ze zijn allemaal weg. Mensen van jullie zoeken naar sporen. En de familie Arslan? Zijn vrouw zit ergens ondergedoken met de kinderen in de Bijlmer. En waar hij is, weet niemand. Die man is totaal overspannen. Het is een schande. Niemand heeft de poot uitgestoken. Ja, ze zullen nu wel een ander huis krijgen. Ja, of ze knappen het weer een beetje op. Dan kan hij er zo weer in. Dan begint alles weer van voren af aan. Ik heb een brief geschreven, officieel, naar de woningstichting, dat ze een ander huis moeten krijgen met voorrang op medisch advies. En dat is alles wat ik kan doen. Lucy, het spijt me verschrikkelijk. Ik had het van je moeten overnemen en we hadden het niet zelf moeten doen. Nou ja, nachtenlang is er niks aan de hand. Nee, het was niet gebeurd als ik om permanente observatie had gevraagd. Hoe is het nou met je vader? Nou, op het nippertje. Ik heb de hele nacht in het ziekenhuis gezeten. Nou, wel het geschikte moment. Klootzakken. Een Amerikaanse toerist ligt voor dood in het ziekenhuis omdat hij op het verkeerde moment zijn kamer binnenkwam. We hebben het over een bende internationale hoteldieven die nergens voor terugdeinzen. Had die toerist een signalement? Nauwelijks. Het is op 9 van de 10 van toepassing. Wel hebben we een gezonde tip over het hotel waar ze vandaag toeslaan. Van Houten en Meijer hebben daar een kamer gehuurd als toeristenechtpaar en gaan mee op excursie. Mary heeft toch al een baby? Maak je geen zorgen, Mary slaapt gewoon thuis. Dat is allemaal geregeld. Ja. De MO van die bende is dat iemand uit de groep doorgeeft op welke kamer ze niet moeten komen, omdat die mensen niet met de excursie mee zijn. Roel. Jij gaat met Smit op de kamer van Mark. Haarman, 1 verdieping lager. Voor de rest hebben we de backups in de auto. Ik zit in de lobby van het hotel en we hebben de porto's. Iedereen voor de excursie wilt zich hier verzamelen. Ja.
Is iedereen aanwezig? Wordt niemand gemist? De heer en mevrouw Brouws? Ja. Oh, wacht. Ja, compleet. We kunnen vertrekken. Ik zou zeggen, stapt u in. Sorry. Gaat u morgen mee naar Volendam? Volendam? Yes, let's. Ja? Yes. Klabbers. Dank u wel. De kust is vrij. We kunnen erin. Maar het rare is toch dat hij eergisteren helemaal opleefde? Ja, dat zien we soms. Was daar misschien een speciale aanleiding voor? Ja, zijn trouwdag. Mijn moeder die is al een paar jaar dood en hij wilde mij mee uitnemen en samen gaan eten. Ja, maagkanker is een van de meest verraderlijke ziektes. Het begint zonder dat je het merkt. Doorgroei vanuit de maag. Hij was er veel te laat bij. Het was al uitgezaaid. Misschien hadden we het kunnen inperken als we er wat eerder bij waren geweest. Dat is meestal het probleem met maagcarcinomen. Wat kan er nu aan gedaan worden? We moeten nog wat tests doen. En we moeten kijken of die lichamelijk opgewassen is tegen een eventuele operatie. Alweer aan het spijbelen. Hoe gaat het? We moeten alleen dat etentje even uitstellen. Heb je dat restaurant nog afgebeld? Ik had wel wat anders aan mijn hoofd. Staat je netjes. Is bezoek voor je. Ik kom aan het einde van de middag nog even kijken, goed? Doe jij je werk dan maar. Dan maak je niet druk om mij, hè? Dank u wel. Je kan maar beter een dagje de politie over de vloer hebben dan gasten die nooit meer terugkomen dat ze overhoop worden gestoken, zoals in Hotel Erika. Die tourgids, kent u die? Nee, die is van het reisbureau. Is er iemand anders mee van het hotel? Personeel bedoelt u? Mm-hmm. Van ons niemand. Die excursies die staan in het programma. En het reisbureau zorgt voor de gidsen en voor de bussen. Andere gasten kunnen wel mee als ze dat willen. En als er plaats is. Gouden eeuw, glorietijd van de Republiek der Nederlanden. Zijn we er al 18? Goed, dan gaan we nu kijken naar een exacte kopie van een VOC-schip, de Amsterdam. De echte is gezonken voor de kust van Engeland in 1749. Gaat u mee? Meneer, gaat u morgen mee? Zo lang dan? Ja? Ja, is nice. Sure. Schrijf maar. Ezinga. Ezinga. Meneer, sorry. Noteer ik u ook vanmorgen? Nou, als er nog plaats is. Maar de bus is toch niet vol en ik heb er graag wat losse hotelgasten bij. U betaalt alleen het excursiebedrag, net als vandaag. Nou, oké. Okay. Van Houten, kamer 317. Dank. Oké. Okay. Zijn er nog twee die niet bij de groep horen? Het echtpaar daar, Duitsers, en de dame daar. Oké, we houden ze in de gaten, maar ik gok op die tourgids.
omdat hij rondvraagt wie er morgen meegaat naar Volendam. Kijk, heeft de kamernummers en hij heeft de namen. Dus als meneer Ezinga zich hier opgeeft voor de excursie morgen, is hij op excursie. En niet in zijn kamer. Kapietje, mevrouw Van Houten. Bob? Kan Natasja op de 113? Ik heb straks nog wat anders. Ga je naar je vader? Ja, later. Het gaat over die Turken. Ja, zit voor. Dank je. Oh, Tom, hoor even. Je hebt hier Molenaar in de ploeg gezet en dat joch is op ME-cursus. Oh, sorry. Wat mankeert je? Ik bedoel... Hij mankeert niks. Tom, als het niet gaat, zeg het dan gewoon. Je mag je met je eigen zaken bemoeien. Dit zijn mijn zaken! Ja, ik heb er 22, denk ik. Ik wil niet weer voor die problemen, dan neem je die kleine maar. Ja. En? Bevalt de excursie? Zeker nog een hele organisatie, hè? 4 dagen Holland, 6 excursies. Alles is gepland, maar als je die continu afcheckt, zit je zomaar zonder bus. En zorg je dat je niemand kwijtraakt. Ja, het is de hele dag koppen tellen. Wat kan ik voor de politie doen? Ik kom voor die aanvraag van de familie Arslan. Wij worden hier wel heel erg moe van al dat gedoe. Dit gezin moet direct een ander huis. Ik weet dat u huizen heeft voor dit soort noodgevallen. De ene keer wel, de andere keer niet. Uw eigen collega was hier vorige week ook nog. U bent er van de Kruislaan? Bals? Nou, wij hebben die aanvraag laten rusten. Hij zei dat de zaak door jullie zelf zou worden opgelost. Heeft Bals gezegd dat Arslan geen ander huis hoeft? Niet letterlijk, nee. Hij zei dat jullie zelf het probleem zouden oplossen. En die medische aanvraag dan, van dokter Hadewijn, wat is daarmee gebeurd? Medische aanvraag? Heb ik nooit ontvangen? Nou, dat lijkt me sterk. Misschien zit u nog tussen de post, u weet hoe dat gaat. Ja, of het ligt op een of ander bureautje, half opgevreten door de papierluis. De ruimte naast deze grote kajuit is de kamer waar de kapitein zijn kantoor had. U mag straks allemaal even gaan kijken. Let vooral ook even op de zijkastelen. Dat zijn de ingangen aan de linker en de rechterkant. Dat is een opening waardoor je naar de galerij kan, waar je vroeger naar het toilet kon. Tenminste, dat gold alleen voor de mensen die in de kajuiten wonen. U ziet daar onder de ramen een grote zitbank. Dat was een plek waar het aangenaam vertoeven was, met een prachtig zicht over de golvende zee. Tijdens zwaar weer werden de ramen echter afgedekt met luiken, waardoor het aarde donker werd. De kapitein werkte met kaarslicht, terwijl ondertussen de gierende wind door de kier van het schip naar binnen woei. Je zou er eens met je man over moeten praten. Ginny probeert altijd Hollanders over zee te lachen. Jullie zijn zo'n leuk jong stel. Hebben jullie al kinderen? Ja, dat is niet. Helemaal volgestouwd met pensbare. Ja, uit haar eerste huwelijk. Hij is verongelukt. Zit u kaarten en instrumenten? Pardon, meneer. Een foto alstublieft? Ja, sure. Dank u wel. Sorry, ik moet even...
Sí. 3-2, 3-15, 2-6, 2-8, 1-5, 1-6. Sí, sí, tienes la otra parte. Son en la ciudad, pero... momento. Er zit een vrouw in mijn auto en die wilde er niet meer uit. Ja, ze sprong ineens de weg op. Ik had er wel dood kunnen rijden. Kent u die dame? Nee, natuurlijk niet. Ik heb haast. Mevrouw, kan ik u helpen? Mijn moeder. Ik moet naar mijn moeder. Wat is er met uw moeder? Ik wil naar mijn moeder. Wat is uw naam? Laten we het maar uithalen. Kom maar, mevrouw. Wij brengen u wel naar uw moeder toe. Dat kost me verdomme een afspraak. U ook bedankt. Sorry. Dank u wel. Dag. Heb jij hier een kamer? Ik wacht op een telefoontje. Dat zouden we ook boven kunnen doen. Je zit zeker in zaken, hè? En wat is er zo moeilijk aan jouw dag? Oh, al die stillen die mijn klandizie verzieken. Hoe weet je dat? Hoe ik dat weet? Smeren ze herken je onmiddellijk. Die hebben allemaal een zwaailicht op hun kop. Ook al zijn ze een burger. Nou ja, ik ken er ook wel een paar aardige. Een paar dagen geleden in het casino. Zeg dat ik hem geluk breng. Het schuift zo een paar meiden mijn kant op. Jij gelooft me niet, hè? Lieve schat, het is jouw dag. Ik geloof alles wat je zegt. Hij is nog hoog ook. Tommy. Telefoon voor meneer Bos. Hij is een keer neergeschoten. Zo'n litteken. Sorry, mijn telefoontje. Kunt u daar nemen? Met Mark? Ja. Ja, Mary zou best gelijk kunnen hebben. Wacht met aanhouden totdat je van me hoort. Behalve wanneer ze er tussenuit proberen te knijpen. Ja. Brandsma is op jacht. Keizer is er niet. En we hebben al zoveel tijd verloren. Okay. Kunnen we dan niet een spoedhuiszoeking van maken, artikel 97? Meteen na de brand misschien, maar nou niet meer. Wat doen we nou wel? Weet ik ook niet. Kunnen de officier van justitie niet vragen er een gerechtelijk vooronderzoek van te maken? Dan regelen we dat met die huiszoeking daarna. Ik wil je graag helpen, Guus. Maar dat tuint u niet in. Alleen weten dat Polwijk de dader is, daar hebben we niet genoeg aan. Ja, en ondertussen ruimt die klootzak al het bewijs wat we hebben, ruimt hij zo uit de weg.
Mevrouw, we kunnen u niet helpen als u niks zegt. Hoe heet uw moeder dan? Kunnen we haar opbellen? Had ze helemaal niks bij zich? Geen tas? Het lijkt me geen simulante. Zal ik de dokter roepen? Ja. Ja, en breng er maar wat koffie. En kijk in de computer of iemand met haar signalement als vermist is opgegeven. Guus, mag ik jou even in mijn kamer? Ik lees hierin een raar rapport over die brand bij Arslan. Dat jij en Lucie Akkermans daar nachtenlang hebben staan posten. En? Wat jij met je nachten doet, moet jij weten. Maar je kan niet zomaar een van mijn mensen op sleeptouw nemen om onschuldige buren lastig te vallen. Onschuldige buren? Als het anders is, horen we dat wel van de rechter. En hoe moet de rechter dat dan uitmaken als wij niet eerst... Waar denk je verdomme dat ik mee bezig ben? Wat ik hier lees, is geen enkel bewijs. Polwijk is een ijskoude ploert. Die treitert zijn schoonmoeder de deur uit, de dood in. En die treitert een hele Turkse familie de straat uit. En waarom? Omdat zonder die Turkse buren zijn huis 80.000 gulden meer waard zou zijn. Daar raad jij alleen maar naar. Nee, daar raad ik niet naar, dat weet ik. En daarom sleep jij Lucie mee, terwijl die thuis had moeten zijn? Ah, oh, gaat het daarom. Ik dacht dat ik dat leuk vond. Sorry, heb jij bij die woningstichting gezegd dat Arslan geen ander huis hoeft? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen maar gezegd... Dat we het zouden oplossen, ja. Intussen loopt die man over straat, helemaal krankzinnig. Helemaal over zijn toeren. Dat is dan domme pech. Ik probeer een huiszoeking voor me... De dokter kan er pas over een uurtje zijn. Hou de zoek met koffie. En kijk in de computer. Die Turk van jullie. Er zijn moeilijkheden bij de woningstichting. Shit. Kalm nou, meneer. Kalm. Ik ben al 6 maanden kalm. Ja, maar hoor nou eens. U begrijpt toch dat als wij hierop ingaan, dat hier morgen iedereen met een pistool staat? Moet ik eerst gek worden om een ander huis te krijgen? Ja, ik zeg net tegen hem, als hij nou nog een medische verklaring zou hebben... Hoor nou eens, meneer Arslan. We gaan er nu echt iets aan doen. Er is een verklaring onderweg. Ik heb met de dokter gepraat. Praten, praten. Schiet hem dan neer. Oh, Gun. Het komt allemaal goed. Dit is toch wat jullie willen? Elveda. Jou er voor vandaag alweer voor gezien? Nee, ik ben hooguit 3 kwartier weg. Ik lunch vandaag buiten de deur. Ja, ja. Zo, zo. God bewaar me. Wat zijn mensen toch onvoorspelbaar? Ja, ik kon het ook niet helpen, hoor. Nee! Jullie kunnen nooit wat helpen! Nou, ja zeg. Zulk overbodig dat ding niet meer nodig. Thank you.
U bent familie van hem? We hebben samen nog het verkeer geregeld als jonge broekies. Dat is bijna hetzelfde als familie. En zijn dochter weet dat u hier bent. Dokter? Het enige wat ik wil weten is hoe het ervoor staat met een goede vriend van me. Niet goed. U bedoelt dat u niet meer kan opereren? Ik heb het zijn dochter proberen uit te leggen. Een maagcarcinoom dat pas werd ontdekt toen het al was uitgezaaid. Lever, darmen, alvleesklier. Ja. Begrijp het. Maar wat valt er nog te doen? Een operatieve ingreep. Dan moet er een deel van de maag worden weggenomen. Maar de resultaten in het stadium... Weet hij het zelf? Denk het niet. Lucy? Zijn dochter. Ik heb het er verteld, maar ik weet niet of het tot haar doorgedrongen is. We doen nog wat tests en dan moet het team beslissen. Maar ik denk niet dat ze verder in opereren zien. Ben je aan het schrijven? Rijmelarijen. Wat? Voor de bruiloft van Marius. Weet jij niks leuks? Je schrijft toch al? Ik doe maar alsof. Het rijmt echt voor geen meter. Twee mannen. Ze komen naar boven. Begrepen? We hebben een probleem. Eén van die twee mannen komt in jullie verdieping. Oké. Ik heb hier een kamermeisje. Het personeel zal toch worden ingelicht? Laat maar even. Wacht tot ze boven die anderen hebben. Dit heeft geen mens kunnen voorzien. We hebben een adres in de Bijlmermeer. En ik heb Margreet naar zijn vrouw gestuurd. Nou, laten we er maar niet meer over praten. Gerda Polwijk? Gerda? Ken je die mevrouw? Ja. Ze is dood. Je buurman is dood. Die Turk, weet je wel? Heeft Willem hem... Oh shit, dat kind van Kloteboel.
L'abitation de mi hermano. Je vais payer sur quoi, Zahir? Sur ma liste, Zahir. Ik zag dat je naar die kamer gaat. Is dat uw koffer? Mi hermano. Is het uw kamer, Jeroen? La chica no entiende nada que estoy hablando. Estoy hablando con ella, no me entiende. Waar is hij? De eerste misschien? Ja, ik zit pal achter hem. Nooduitgang. Halt, politie, blijf staan! Mag ik even kijken? I'm a tour operator. Ah, and this? Police, your friends are arrested. You may come with us. Who are you? Give me that. Quiet, lady. ¿Qué pasa? Opzettelijke brandstichting en dood door schuld. Van de officier mag je ze aanhouden. De vader en de zoon. Nou, om 5 uur lijkt me het beste. Dan komt hij terug van zijn werk. Waar is Lucy? Oh, die is nog met de verklaring van Gerda bezig. Goed. Ik had het aan moeten zien komen. Kom dan, Guus. Je probeert een man te pakken en je ruïneert een heel gezin. Dat kan je niet voorzien. Je doet je werk, doe je zo goed mogelijk. Weet je voor God lopen spelen? Hou nou op, Guus. Je bent politieman. Je bemoeit je met mensen en dat gaat niet altijd zoals je hoopt. Ik ben even in het ziekenhuis geweest. Wat? Hadden ze dan gebeld? Hij sliep. Kom even mee. Ik heb met zijn dokter gepraat. Ja. Ze doen tests en dan kijken ze of hij geopereerd kan worden. Dat kan hij niet. Bob, alsjeblieft. Die dokter zei... Ik bel naar huis dat je vanavond komt eten. Dan blijf je logeren. Hm? Je weet het van tevoren en dan komt het en dan... Wat gaan ze nou doen? Ze kunnen niks doen. En dan weer zo'n jaar. Ik denk niet dat dat erin zit. Ik stuur wel iemand anders met Bals mee. Ga jij nou naar het ziekenhuis en dan kom je daarna bij ons. Nee. Ik kan er toch niks doen. Laat me dan maar die arrestatie doen. Dan ga ik daarna wel. Wat was dat? De vader in het ziekenhuis. Aflopende zaak. Nu wordt het niet gemakkelijk gemaakt. Kom je voor mij? Ja, ja. Het is jouw provincie. Ik denk dat je Panhuis een beetje in de gaten moet houden. Dat doe ik voortdurend. Hoezo? Nee, niks. Als jij zegt dat het weer overgaat.
Shit, ik moet weg. Schoolbezoek, weet je. Is Mark boven? Ja. Ze gaat toch mee. Ik ga zelf ook, want ik wil een oogje op haar houden. Mm-hmm. Heb jij de vader hier eigenlijk nog meegemaakt? Jammer genoeg niet. Dat is de ex van Brandsma. Dag mevrouw, ik ben Guus Bals. Hij is klaar hoor, een momentje. Hij zou naar die school komen. Theo, mevrouw Montaigne voor je. Gaat het? Wil u een glaasje water? Nee, dank u. Waar was je nou? Niels is weg. Wat? Ja, ik was bij het hoofd. Hij zou het lokaal gaan bekijken en daarna zou hij terug naar het hotel. Maar daar is hij ook niet. Verdomme Theo. Ja, sorry hoor, maar kom, we gaan. Theo, kan ik iets voor je doen? Niels, is dat zijn zoon? Ja. Hij heeft kennelijk geen zin bij zijn vader in te trekken. De jongen die komt heus wel terecht. Hij is er wel vaker al in de stad in geweest. En hij weet de weg naar het hotel. Hij heeft het er moeilijk mee. Hij is bang van je. Hou toch op, Thea. Hij heeft daar alles achtergelaten. Zijn vriendjes, de school, alles. Het is hier allemaal onbekend. Ik zou het niet doen als het anders kon. Hij moet naar zijn vader. Ja, op stel en sprongen. Joost mag weten waarom. Ja, misschien doet hij wat. Hou nou toch op, Thea. Wat moet de jongen doen als verstekeling aan boord van een schip gaan? Heeft toch geen retourticket, of wel? Heeft hij een retourticket? Nee. Maar jij toch wel? Ja, natuurlijk. Wat vindt die Monica er nou van? Ja, die moet zich maar zien te redden met twee mannen. Het is een aardig mens. Ik moet je blijkbaar om een of andere manier de brand helpen, maar dat doe ik alleen maar om Niels. Zorg je een beetje goed voor hem. Iemand heeft hem in het gymnastieklokaal zien praten met leerlingen. En daar is hij niet meer? Nee, er is niemand meer. Bent u de vader? Misschien moet u de politie waarschuwen. Dankjewel. Nou, laten we dan maar gewoon naar het hotel gaan. Waarschijnlijk staat hij gewoon te biljarten en vraagt zich af waar je blijft. Zoekt u de Canadese jongen? Ja. Het is gewoon een Nederlandse jongen. Oh, nou hij zit in de Tingel, die koffieshop verderop. Niels! Sorry. Ik vind het heel slecht. Echt hoor. Kan niet. Hoi. Je zou naar het hotel komen. Ik kom heus wel. Ze zijn van de school. Dit is Volkan en Rico. Ik kom bij hun in de klas. Nou, de heren vinden het vast niet erg als ik Niels even meeneem. Ik moet nog betalen. Vraag me, joh. Graag niet te veel van dit soort verdwijntrucs, hè? En, bevalt je school je? Ik was doodongerust, Niels. Daarom hoef je me nog niet eens aan klein kind eruit te halen. Ik ben geen baby meer. Laat nou maar, hè. Wat doen we? Breng ik jullie naar het hotel of ga je meteen vooruit? We gaan het weekend naar mijn broer in Zeeland. Ja, ik heb met school afgesproken dat ik hem woensdag breng. Kom je dan dinsdag bij me? Of zal ik hem komen halen? Ik breng hem liever zelf. Wat gaan ze nou met hem doen?
eerst verhoren. Ah, jerrycan. Potsdoeken, nou, daar hebben we wat aan. Dat is al beter. Die ruiken naar benzine. Benzine, edelachtbare. Maar zo moet ze motor toch kunnen schoonmaken, hè? Ja, maar we hebben die verklaring van mevrouw Polwijk. Geef maar hier. Ik heb haar boven op bed gelegd. Tenminste, is totaal op. Hij heeft professionele hulp nodig. Vind je het gek? Wat is dat? Van de makelaar. Hier. Geachte heer Polwijk, tot mijn spijt blijkt de door u gestelde verkoopprijs niet haalbaar. Ik heb nu een laatste bod van 220.000 gulden en adviseer u dringend daarmee akkoord te gaan. Een beter bod lijkt onwaarschijnlijk gezien de huidige etnische structuur van uw directe woonomgeving. Etnische structuur. Krijg je met Turk in de straat. Hé, maar hier. Ik zet dit in de bus en dek je daar. Ik volg zodra die binnen is. Guus, ik weet niet of het nog lang gaat duren, maar ik denk toch dat ik liever naar mijn vader ga, als je het niet erg vindt. We redden het wel. Wens een beterschap. Hè? Ik bel even een wagen om je weg te brengen. Nee, dit hoeft niet. Ik pak wel een taxi. Weet je het zeker? Doe de groeten van de vos. Ik kom hem wel weer opzoeken als hij niet slaapt. Hij was een goede diende. Kruislaan, kom uit. 1:15. Ja, Bob. Ze komen misschien niet tegelijkertijd. Ik wil in elk geval de 1:13 in de buurt, zodat hij nummer 1 kan wegvoeren als we hem hebben. Ik regel dat. Was het alles? Nou, het kan hier nog wel even duren. Zorg jij voor het afnokken? Graag gedaan. Zit Tom er niet meer? Ik weet niet waar hij is. Ik kan überhaupt geen zinnig woord meer uit hem krijgen. Hou hem in de gaten, ja? Oké. Doet Guus die aanhouding van Polwijk? Ja, ik had het zo net. Het kan nog wel even duren. Ah, wacht. Post. Zojuist voor je bezorgd. Voskuil vroeg zich af waar jij uithing. Straks schrijven we nog een prikklok. Mijn dienst zit erop. En ik ga naar huis, oké? Okay? Geef maar door. Panna smelt zich af. Met hartelijke groeten. Wat hoor ik? Word je zo vermist? Nee, dat komt wel goed. Zitten die hotelratten vast? Nou, ik denk dat we er wel een tolk bij nodig hebben. Laat ze eerst maar even een nachtje sudderen. Holy smoke. Problemen? Nee, integendeel. Matthijs en Glister, zeg je dat wat? Geruchten, ja. Vrouwenhandel uit Oost-Europa, Rusland, Polen. Worden hierheen gelokt met zogenaamd seizoenswerk, compleet met visum en pas. En uiteindelijk worden ze gewoon verkocht aan de clubs. Een heel circuit tot diep in België. Geen geruchten meer. Hier, cadeautje van Harry Nuis. Vriendje van me. Zat vroeger bij de recherche. Heeft nu een eigen detectivebureau. Ze hangen. En zeker als we die bandopname kunnen gebruiken die Harry blijkbaar van ze gemaakt heeft.
Shit, die man is ook nooit thuis. Weet je dat de afdeling Zede daar al maanden van wakker ligt? Woont al jaren samen met een de Sylvia. Schat van de mens. Het zou me niks verbazen als het van haar kwam. Ik heb geen pijn. Het gaat veel beter. Ik hoorde dat de vos is geweest. Ja. Hij komt wel weer terug. Laat hij me de volgende week maar thuis opzoeken. Kalm nou, zo snel gaat het allemaal niet. Ziekenhuizen zijn niks voor mij. Ik ben hier weg voor je het weet. Wat nou? Wil je me niet meer over de vloer hebben? Ik wil je juist heel graag over de vloer hebben. Ik doe mijn best. Ella! Mens, waar zit je toch? Het is godverdomme al te veel gevraagd om een maaltijd op tafel te zetten. Gerda! En wat moet jij in mijn huis? Je kan met me meekomen. Met jou? Je etnische probleem, meneer Arslan. Hij is dood. Joh, sodemiet er toch op. Dood door schuld, maar dan ben je gelukkig dat je 15 jaar achter de tralies. Oh ja? Laat me niet lachen. Lachen? Met of zonder kiezen? Wat wou je nou eigenlijk, hè? De godverdomme op. Vuile klootzak. Klootzak! 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 Luus, godverdomme, hou op! Klootzak! Overheid, klootzak. Je bent bij deze aangehouden. Bezoek voor je. Ik kom aan het einde van de middag nog even kijken. Goed? Doe jij je werk dan maar. Dan maak je niet druk om mij, hè? Dank u wel. Je kan maar beter een dagje de politie over de vloer hebben dan gasten die nooit meer terugkomen dat ze overhoop worden gestoken, zoals in Hotel Erika. Die tourgids, kent u die? Nee, die is van het reisbureau. Is er iemand anders mee van het hotel? Personeel bedoelt u? Mm-hmm. Van ons niemand. Die excursies die staan in het programma. En het reisbureau zorgt voor de gidsen en voor de bussen. Andere gasten kunnen wel mee als ze dat willen. En als er plaats is. Gouden eeuw, glorietijd van de Republiek der Nederlanden. Zijn we er al 18? Goed, dan gaan we nu kijken naar een exacte kopie van een VOC-schip, de Amsterdam. De echte is gezonken voor de kust van Engeland in 1749. Gaat u mee?
Meneer. Gaat u morgen mee? Zo lang dan? Ja? Ja, nice. Sure. Schrijf maar. Ezinga. Ezinga, ja. Meneer, sorry. Noteer ik u ook vanmorgen. Nou, als er nog plaats is. Nou, de bus is toch niet vol en ik heb er graag wat losse hotelgasten bij. U betaalt alleen het excursiebedrag, net als vandaag. Nou, oké. Okay. Van Houten, kamer 317. Bedankt. Oké. Er zijn er nog twee die niet bij de groep horen. Het echtpaar daar, Duitsers, en de dame daar. Oké, we houden ze in de gaten, maar ik gok op die tourgids. Omdat hij rondvraagt wie er morgen meegaat naar Volendam. Kijk, hij heeft de kamernummers en hij heeft de namen. Dus als meneer Ezinga zich hier opgeeft voor de excursie morgen, is hij op excursie. En niet in zijn kamer. Capitje, mevrouw Van Houten. Natasja op de 113. Ik heb straks nog wat anders. Ga je naar je vader? Ja, later. Het gaat over die Turken. Ja, zit voor. Dank je. Cadeautje van Harry Nuis. Vriendje van me. Zat vroeger bij de recherche. Heeft nu een eigen detectivebureau. Ze hangen. En zeker als we die bandopname kunnen gebruiken die Harry blijkbaar van ze gemaakt heeft. Shit, die man is ook nooit thuis. Weet je dat de afdeling Zeden daar al maanden van wakker ligt? We woont al jaren samen met ene Sylvia. Schat van een mens. Het zal me niks verbazen als het van haar kwam. Ik heb geen pijn. Het gaat veel beter. Ik hoorde dat de vos is geweest. Ja. Hij komt wel weer terug. Laat hij me de volgende week maar thuis opzoeken. Ik kalm nou. Zo snel gaat het allemaal niet. Ziekenhuizen zijn niks voor mij. Ik ben hier weg voor je het weet. Wat nou? Wil je me niet meer over de vloer hebben? Ik wil je juist heel graag over de vloer hebben. Ik doe mijn best. Mens, waar zit je toch? Het is godverdomme al te veel gevraagd om een maaltijd op tafel te zetten. Gerda! En wat moet jij in mijn huis? Je kan met me meekomen. Met jou? Je etnische probleem, meneer Arslan. Hij is dood. Je sodemiet er toch op. Dood door schuld, maar een beetje geluk zit je 15 jaar achter de tralies. Oh ja? Laat me niet lachen. Lachen? Met of zonder kiezen? Wat wou je nou eigenlijk, hè? De godverdomme op. Ah! Vuile klootzak. Klootzak! 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 Luus, godverdomme! Hou op! Klootzak! Klootzak! Je bent bij deze aangehouden. Hotel of ga je meteen verhuizen? We gaan het weekend naar mijn broer in Zeeland. Ja, ik heb met school afgesproken dat ik hem woensdag breng. Kom je dan dinsdag bij me? Of zal ik hem komen halen?
Ik breng hem liever zelf. Wat gaan ze nou met hem doen? Eerst verhoren. Ah, jerrycan. Potsdoeken, nou daar hebben we wat aan. Dat is al beter. Die ruiken naar benzine. Benzine, edelachtbare. Mijn zoon moet zijn motor toch kunnen schoonmaken, hè? Ja, maar we hebben die verklaring van mevrouw Polwijk. Geef maar hier. Ik heb er boven op bed gelegd. Tenminste, is totaal op. Hij heeft professionele hulp nodig. Vind je het gek? Wat is dat? Van de makelaar. Hier. Geachte heer Polwijk, tot mijn spijt blijkt de door u gestelde verkoopprijs niet haalbaar. Ik heb nu een laatste bod van 220.000 gulden en adviseer u dringend daarmee akkoord te gaan. Een beter bod lijkt onwaarschijnlijk gezien de huidige etnische structuur van uw directe woonomgeving. Etnische structuur. Krijg je met Turk in de straat. Heet maar hier. Ik zet dit in de bus. En dek je daar. Ik volg zodra die binnen is. Guus, ik weet niet of het nog lang gaat duren, maar ik denk toch dat ik liever naar mijn vader ga. Als je het niet erg vindt. We redden het wel. Ik wens een beterschap. Hè? Wat is er aan de hand? Er zit een vrouw in mijn auto en die wilde er niet meer uit. Ja, ze sprong ineens de weg op. Ik had er wel dood kunnen rijden. Kent u die dame? Nee, natuurlijk niet. Ik heb haast. Mevrouw, kan ik u helpen? Mijn moeder. Ik moet naar mijn moeder. Wat is er met uw moeder? Ik wil naar mijn moeder. Wat is uw naam? Laten we het maar uithalen. Kom maar, mevrouw. Wij brengen u wel naar uw moeder toe. Dat kost me verdomme een afspraak. U ook bedankt. Sorry. Dank u wel. Moeilijke dag. Heb jij hier een kamer? Ik wacht op een telefoontje. Dat zouden we ook boven kunnen doen. Je zit zeker in zaken, hè? En wat is er zo moeilijk aan jouw dag? Oh, al die stillen die mijn klandizie verzieken. Hoe weet je dat? Hoe ik dat weet? Smeren ze herken je onmiddellijk. Die hebben allemaal een zwaailicht op hun kop. Ook al zijn ze een burger. Nou ja, ik ken er ook wel een paar aardige. Een paar dagen geleden in het casino. Zeg dat ik hem geluk breng. Schuift zo een paar meiden mijn kant op. Jij gelooft me niet, hè? Lieve schat, het is jouw dag. Ik geloof alles wat je zegt. Hij is nog hoog ook. Tommy. Telefoon voor meneer Bos.
Hij is een keer neergeschoten. Zo'n litteken. Sorry, mijn telefoontje. Ik kan hem daar nemen. Met Mark? Ja. Ja, Mary zou best gelijk kunnen hebben. Wacht met aanhouden totdat je van me hoort. Behalve wanneer ze er tussenuit proberen te knijpen. Ja. Brandsma. Je bent familie van hem? We hebben samen nog het verkeer geregeld als jonge broekies. Dat is bijna hetzelfde als familie. En zijn dochter weet dat u hier bent. Dokter? Het enige wat ik wil weten is hoe het ervoor staat met een goede vriend van me. Niet goed. U bedoelt dat u niet meer kan opereren? Ik heb het zijn dochter proberen uit te leggen. Een maagcarcinoom dat pas werd ontdekt toen het al was uitgezaaid. Lever, darmen, alvleesklier. Ja, begrijp het. Maar wat valt er nog te doen? Een operatieve ingreep. Dan moet er een deel van de maag worden weggenomen. Maar de resultaten in het stadium... Weet hij het zelf? Denk het niet. Lucy? Zijn dochter. Ik heb het er verteld, maar ik weet niet of het tot wat doorgedrongen is. We doen nog wat tests en dan moet het team beslissen. Maar ik denk niet dat ze verder in opereren zien. Wat ben je aan het schrijven? Rijmelarijen. Wat? Voor de bruiloft van Marius. Weet jij niks leuks? Je schrijft toch al? Ik doe maar alsof. Het rijmt echt voor geen meter. Wat gaan ze nou met hem doen? Eerst verhoren. Ah, jerrycan. Potsdoeken, nou daar hebben we wat aan. Dat is al beter. Die ruiken naar benzine. Benzine edelachtbare. Mijn zoon moet zijn motor toch kunnen schoonmaken. Ja, maar we hebben die verklaring van mevrouw Polwijk. Geef maar hier. Ik heb er boven op bed gelegd. Tenminste, is totaal op. Hij heeft professionele hulp nodig. Vind je het gek? Wat is dat? Van de makelaar. Hier.
Geachte heer Polwijk, tot mijn spijt bleek de door u gestelde verkoopprijs niet haalbaar. Ik heb nu een laatste bod van 220.000 gulden en adviseer u dringend daarmee akkoord te gaan. Een beter bod lijkt onwaarschijnlijk gezien de huidige etnische structuur van uw directe woonomgeving. Etnische structuur. Krijg je met Turk in de straat. Hey, maar hier. Ik zet dit in de bus en dek je daar. Ik volg zodra die binnen is. Guus, ik weet niet of het nog lang gaat duren, maar ik denk toch dat ik liever naar mijn vader ga. Als je het niet erg vindt. We redden het wel. Ik wens hem beterschap. Hè? Ik bel even een wagen om je weg te brengen. Nee, dit hoeft niet. Ik pak wel een taxi. Weet je het zeker? Doe de groeten van de Vos. Ik kom hem wel weer opzoeken als hij niet slaapt. Hij was een goede diender. Kendini koru, intikamını alacaksın. Başarılar. Ze zijn allemaal weg. Mensen van jullie zoeken naar sporen. En de familie Arslan? Zijn vrouw zit ergens ondergedoken met de kinderen in de Bijlmer. En waar hij is, weet niemand. Die man is totaal overspannen. Het is een schande. Niemand heeft de poot uitgestoken. Ja, ze zullen nu wel een ander huis krijgen. Ja, of ze knappen het weer een beetje op. Dan kan hij er zo weer in. Dan begint alles weer van voren af aan. Ik heb een brief geschreven, officieel, naar de woningstichting, dat ze een ander huis moeten krijgen met voorrang op medisch advies. En dat is alles wat ik kan doen. Lucy, het spijt me verschrikkelijk. Ik had het van je moeten overnemen en we hadden het niet zelf moeten doen. Nou ja, nachtenlang is er niks aan de hand. Nee, het was niet gebeurd als ik om permanente observatie had gevraagd. Hoe is het nou met je vader? Nou, op het nippertje. Ik heb de hele nacht in het ziekenhuis gezeten. Nou, wel het geschikte moment. Kom, loods. Dank je. Oh, Tom, hoor even.
Je hebt hier Molenaar in de ploeg gezet en dat joch is op ME-cursus. Oh, sorry. Wat mankeert je? Ik bedoel... Hij mankeert niks. Tom, als het niet gaat, zeg het dan gewoon. Je mag je met je eigen zaken bemoeien. Dit zijn mijn zaken! Ja, ik heb er 22, denk ik. Ik wil niet weer voor die problemen, dan neem je die kleine maar. Ja. En? Bevalt excursie? Zeker nog een hele organisatie, hè? 4 dagen Holland, 6 excursies. Alles is gepland, maar als je die continu afcheckt, zit je zomaar zonder bus. En zorg je dat je niemand kwijtraakt. Ja, het is de hele dag koppen tellen. Wat kan ik voor de politie doen? Ik kom voor die aanvraag van de familie Arslan. Wij worden hier wel heel erg moe van al dat gedoe. Dit gezin moet direct een ander huis. Ik weet dat u huizen heeft voor dit soort noodgevallen. De ene keer wel, de andere keer niet. Uw eigen collega was hier vorige week ook nog. U bent er van de Kruislaan? Bals? Nou, wij hebben die aanvraag laten rusten. Hij zei dat de zaak door jullie zelf zou worden opgelost. Heeft Bals gezegd dat Arslan geen ander huis hoeft? Niet letterlijk, nee. Hij zei dat jullie zelf het probleem zouden oplossen. En die medische aanvraag dan, van dokter Hadewijn. Wat is daarmee gebeurd? Medische aanvraag? Heb ik nooit ontvangen. Nou, dat lijkt me sterk. Misschien zit u nog tussen de post, u weet hoe dat gaat. Ja, of het ligt op een of ander bureautje, half opgevreten door de papierluis. De brand helpen, maar dat doe ik alleen maar om Niels. Zorg je een beetje goed voor hem. Iemand heeft hem in het gymnastieklokaal zien praten met leerlingen. En daar is hij niet meer? Nee, er is niemand meer. Bent u de vader? Misschien moet u de politie waarschuwen. Dankjewel. Nou, laten we dan maar gewoon naar het hotel gaan. Waarschijnlijk staat hij gewoon te biljarten en vraagt zich af waar je blijft. Zoekt u de Canadese jongen? Ja. Het is gewoon een Nederlandse jongen. Oh, nou, hij zit in de Tingel, die koffieshop verderop. Niels! Sorry. Heel slecht. Echt hoor. Kan niet. Hoi. Je zou naar het hotel komen. Ik kom heus wel. Ze zijn van de school. Dit is Volkan en Rico. Ik kom bij hun in de klas. Nou, de heren vinden het vast niet erg als ik Niels even meeneem. Ik moet nog betalen. Raak me, joh. Zo. Graag niet te veel van dit soort verdwijntrucs, hè? En, bevalt je school je? Ik was doodongerust, Niels. Daarom hoef je me nog niet eens aan klein kind eruit te halen. Ik ben geen baby meer. Laat nou maar, hè. Wat doen we? Breng ik jullie naar het hotel of ga je meteen vooruit? We gaan het weekend naar mijn broer in Zeeland. Nou, ik heb met school afgesproken dat ik hem woensdag breng. Kom je dan dinsdag bij me?
Of zal ik hem komen halen? Ik breng hem liever zelf. Wat gaan ze nou met hem doen? Eerst verhoren. Ja, ik heb er 22, denk ik. Ik wil niet weer voor die problemen, dan neem je die kleine maar. Ja. En? Bevalt excursie? Zeker nog een hele organisatie, hè? 4 dagen Holland, 6 excursies. Alles is gepland, maar als je dit continu afcheckt, zit je zomaar zonder bus. En zorg je dat je niemand kwijtraakt. Ja, het is de hele dag koppen tellen. Wat kan ik voor de politie doen? Ik kom voor die aanvraag van de familie Arslan. Wij worden hier wel heel erg moe van al dat gedoe. Dit gezin moet direct een ander huis. Ik weet dat u huizen heeft voor dit soort noodgevallen. De ene keer wel, de andere keer niet. Uw eigen collega was hier vorige week ook nog. U bent er van de Kruislaan? Bals? Nou, wij hebben die aanvraag laten rusten. Hij zei dat de zaak door jullie zelf zou worden opgelost. Heeft Bals gezegd dat Arslan geen ander huis hoeft? Niet letterlijk, nee. Hij zei dat jullie zelf het probleem zouden oplossen. En die medische aanvraag dan, van dokter Hadewijn, wat is daarmee gebeurd? Medische aanvraag? Heb ik nooit ontvangen. Nou, dat lijkt me sterk. Misschien zit u nog tussen de post, u weet hoe dat gaat. Ja, of het ligt op een of ander bureautje, half opgevreten door de papierluis. De ruimte naast deze grote kajuit is de kamer waar de kapitein zijn kantoor had. U mag straks allemaal even gaan kijken. Let vooral ook even op de zijkastelen. Dat zijn de ingangen aan de linker en de rechterkant. Dat is een opening waardoor je naar de galerij kan, waar je vroeger naar het toilet kon. Tenminste, dat gold alleen voor de mensen die in de kajuiten wonen. U ziet daar onder de ramen een grote zitbank. Dat was een plek waar het aangenaam vertoeven was, met een prachtig zicht over de golvende zee. Tijdens zwaar weer werden de ramen echter afgedekt met luiken, waardoor het aarde donker werd. De kapitein werkte met kaarslicht, terwijl ondertussen de gierende wind door de kier van het schip naar binnen woei. Je zou er eens met je man over moeten praten. Ginny probeert altijd Hollanders over zee te lachen. Vroeg zich af waar jij uit hing. Straks schrijf ik nog een prikklok. Mijn dienst zit erop. En ik ga naar huis, oké? Okay? Geef maar door. Panna smelt zich af. Met hartelijke groeten. Door? Word je zo vermist? Nee, dat komt wel goed. Zitten die hotelratten vast? Nou, ik denk dat we er wel een tolk bij nodig hebben. Laat ze eerst maar even een nachtje sudderen. Holy smoke. Problemen? Nee, integendeel. Matthijs en Glister, zeg je dat wat? Geruchten, ja. Vrouwenhandel uit Oost-Europa, Rusland, Polen. Worden hierheen gelokt met zogenaamd seizoenswerk, compleet met visum en pas. En uiteindelijk worden ze gewoon verkocht aan de clubs. Een heel circuit tot diep in België. Geen geruchten meer. Hier, cadeautje van Harry Nuis.
Vriendje van me. Zat vroeger bij de recherche. Heeft nu een eigen detectivebureau. Ze hangen. En zeker als we die bandopname kunnen gebruiken die Harry blijkbaar van ze gemaakt heeft. Shit, die man is ook nooit thuis. Weet je dat de afdeling Zede daar al maanden van wakker ligt? We woont al jaren samen met een de Sylvia. Schat van de mens. Het zou me niks verbazen als het van haar kwam. Ik heb geen pijn. Het gaat veel beter. Ik hoorde dat de vos is geweest. Ja. Hij komt wel weer terug. Laat hij me de volgende week maar thuis opzoeken. Kalm nou, zo snel gaat het allemaal niet. Ziekenhuizen zijn niks voor mij. Ik ben hier weg voor je het weet. Wat nou? Wil je me niet meer over de vloer hebben? Ik wil je juist heel graag over de vloer hebben. Ik doe mijn best. Ella! Mens, waar zit je toch? Is godverdomme al te veel gevraagd om een maaltijd op tafel te zetten. Gerda! En wat moet jij in mijn huis? Je kan met me meekomen. Met jou? Je etnische probleem, meneer Arslan. Hij is dood. Joh, zodemiet er toch op.